toen de vrouw van deze man zwanger raakte, was hij zo heel gelukkig. Maar toen ze beviel, had de baby tot zijn verbazing een donkere huidskleur. Dagen later ontdekte de man de reden hiervan en hij barstte in tranen uit. Toen Kylie en Remy elkaar voor het eerst ontmoetten, werden ze stapelverliefd op elkaar. Misschien ken je dat gevoel wel dat als je eindelijk je zielsverwant vindt, je dat dan gewoon weet. Dat was precies hoe deze twee zich voelden. Beiden waren bereid tot het uiterste voor elkaar te gaan en ze droomden over de kinderen die ze samen zouden krijgen. Ik denk dat de baby's op mij gaan lijken, zou Kylie tegen Remy zeggen. En hij zou antwoorden, nee, ze zullen op mij lijken. Het was een hele leuke tijd, maar al gauw zouden ze voor een dilemma komen te staan. Na een tijdje verkering te hebben gehad, vroeg Remy aan Kylie of ze met hem wilde trouwen. Vervolgens trouwden ze en begonnen ze hun beste leven als koppel te leiden. Dit was echter ook het begin van een leven vol verrassingen. De enige vraag is of het aangename verrassingen waren. Een paar maanden nadat ze getrouwd was, raakte Kylie zwanger. Omdat zij en haar man niet verwachtten dat dat zo snel zou gebeuren, besloot ze het nieuws van de zwangerschap op een heel opmerkelijke manier aan Remy te vertellen. Ze vertelde hem dat ze graag een speciale avond met hem wilde hebben. Muziek, eten, dansen en nog veel meer. Later op de avond, toen alles in gereedheid was gebracht, stak Kylie geurkaarsen aan en speelde wat rockmuziek. "Je mag nu aan tafel komen," zei ze, pakte de handen van haar man en leidde hem naar de eethoek. Toen ging hij zitten en dronk een glas wijn. "Open je eten," zei Kylie met een grijns. Remy nam traag het deksel van zijn bord en daar lag de zwangerschapstest. Zonder het resultaat zelfs maar te controleren gilde hij, "Oh mijn god, je bent zwanger. Je draagt onze baby, schat." "Ja, ja, dat ben ik," antwoordde Kylie. Remy werd zeer emotioneel en hij hield zijn vrouw stevig vast. "Je gaat een papa van me maken," zei hij. En voor het eerst in de geschiedenis zag Kylie hem tranen laten. Ze was er zo zeker van dat het tranen van vreugde waren. Maar meteen nadat ze dit kind gekregen had, huilde deze man opnieuw. Maar die keer kon Kylie niet met veel zekerheid zeggen wat er aan de hand was. Vertrouwde hij haar niet? Waarom huilde hij zoveel? Was er iets gebeurd zonder haar medeweten? Maar voor het zover was, ging het koppel door met het vieren van het zwangerschapsnieuws. Weldra plande ze een afspraak met het ziekenhuis en Kylie en Remy gingen naar binnen om het geslacht van een baby te laten onthullen. Daar aangekomen keken ze toe hoe de dokter de echo uitvoerde. Het was zo moeilijk zijn uitdrukking te lezen, want hij gaf niets prijs. Waarom had hij een frons op zijn gezicht? Had hij gezien dat er iets mis was met de baby? Dit vroegen ze zich af, terwijl de dokter aandachtig naar het scherm bleef turen. Het was alsof hij ergens een beslissing over moest nemen, of dat hij zijn woorden zorgvuldig wilde kiezen. De hele kamer was nu gevuld met gespannen emoties. Ik denk dat er iets mis is. Kylie raakte in paniek en Remy verloor bijna zijn kalmte toen de dokter eindelijk opkeek. Opnieuw ontbrak in zijn ogen elke uitdrukking. Het was moeilijk te zeggen wat er in zijn hoofd omging. "Wacht," zei de dokter snel en wierp nog een blik op het computerscherm. Meteen nadat hij "wacht" had gezegd, voelde ik mijn hoofd duizelen. Ik had er geen enkele keer aan gedacht dat er iets mis kon gaan met mijn kind. Na wat nu een eeuwigheid leek, keek de dokter eindelijk niet meer op het scherm. En met een brede glimlach knipperend zei hij tegen het bange koppel, "Gefeliciteerd, jullie krijgen twee babymeisjes, een tweeling." Toen legde hij uit dat het moeilijk was het geslacht van één van de tweelingen te bepalen, omdat de andere steeds in de weg zat. Eindelijk werd het allemaal duidelijk. De dokter had een bedrukt gezicht omdat hij moeite had het geslacht van de andere tweeling vast te stellen. Kylie en Remy waren meer dan opgewonden. Ze hadden nooit kunnen vermoeden dat ze een tweeling kregen. Ze wisten echter niet dat de natuur nog meer voor hen in petto had en deze gebeurtenis zou verbleken tegen de volgende. Terwijl de uitgerekende datum naderde, troffen Kylie en Remy voorbereidingen voor de tweeling. Ze maakten hun kamers klaar en kochten zelfs prachtige bij elkaar passende outfits. Maar al gauw zou er maar één vraag op ieders lippen liggen. Waarom dragen ze bij elkaar passende outfits? Wacht tot je de reden te weten komt. Een paar weken in de negende maand waren Kylie en Remy in hun huis bezig voor te bereiden om een dag te beginnen toen Kylie weeën kreeg. Het was een heel speciaal moment waar ik me op had voorbereid. We raakten dus niet in paniek. We pakten gewoon onze koffers en gingen meteen naar het ziekenhuis. Dit koppel had verwacht dat alles vlot zou verlopen, maar al gauw zouden hun gedachten gevuld worden met verschillende vragen die dringend een antwoord nodig hadden. Eenmaal in het ziekenhuis werd Kylie met spoed naar de operatiekamer gebracht voor een keizersnede. Een paar minuten nadat ze binnen was, werd baby Remy geboren. Met een gewicht van 2,4 kilogram en 60 seconden later werd de tweede, Kian, geboren met een gewicht van 2,7 kilogram. Meteen nadat de meisjes geboren waren, lieten ze allebei kreten horen. Het was het mooiste geluid dat ik tot nu toe gehoord heb.
Het drong tot me door dat ik nu moeder was en ik vond het geweldig. De meisjes werden onmiddellijk weggebracht om gecontroleerd te worden. Enkele minuten later kwam de vroedvrouw met ze terug en legde ze in de uitnodigende handen van Kylie. En dat was het moment waarop haar iets heel schokkends opviel. Kylie merkte op dat de meisjes mooie blauwe ogen hadden, maar er was ook iets heel vreemds. Het haar van Remy had een blonde kleur, terwijl het van Kian zwart was en ze een donkerdere huidskleur had. Alles was gewoon zo verwarrend. Even dacht Kylie dat haar ogen haar bedrogen, maar telkens als ze keek was het hetzelfde. Horen tweelingen niet op elkaar te lijken? En zelfs als ze niet identiek waren, was het dan normaal dat ze zo verschillend waren, dacht ze. Het leek vreemd, maar ik voelde me zo slecht door de keizersnede dat ik op dat moment niet echt in me opnam. Het enige dat telde was dat mijn kostbare dochters veilig waren aangekomen, zei Kylie. Op dit moment was Remy zo in beslag genomen door de komst van zijn dochters dat hij niet eens een lichamelijk verschil tussen hen opmerkte. Maar dat deed hij de volgende dag wel en zijn reactie liet iedereen geschokt achter. De volgende dag waren de moeder van Kylie en Remy in de ziekenhuiskamer met Kylie toen de kersverse moeder hun aandacht vestigde op het lichamelijke verschil tussen de baby's. Nog voordat Kylie helemaal was uitgepraat, haastte Remy zich naar zijn schoonmoeder en nam de kinderen uit haar handen. De volgende seconde bleef hij ze maar aanstaren. Dacht hij dat de kinderen niet van hem waren, vreesde Kylie. Maar toen ze dacht dat ze alles gezien had, barstte Remy plotseling in tranen uit. Hij huilde oncontroleerbaar. O God, waarom? Waarom ik? Waarom ik? Hij weende luid. Wat is er liefste, stotterde Kylie. Ze kon geen enkele reden bedenken voor zo'n reactie. Maar wat het ook was, ze gokte dat het geen goede was. Juist toen bracht Remy de kinderen terug naar de schoonmoeder, draaide zich naar Kylie en wierp haar een heel norse blik toe. Het was alsof hij aan het verdrinken was in welke emoties hem ook overspoeld hadden. Toen begon hij naar Kylie toe te lopen. Elke stap die hij zette deed haar hart sneller kloppen. Waarom deed haar man zo raar? Vond hij de manier waarop de meisjes eruit zagen niet mooi? Wat ging er precies in zijn hoofd om? Kylie was nog diep in gedachten verzonken, waardoor ze niet eens merkte dat haar man naast haar stond. Ze voelde alleen zijn armen om haar armen en hij omhelste haar stevig. Waarom ik, waarom wij, zei hij verschillende keren. Kylie was zo in de war, maar dat verdween allemaal door wat Remy daarna zei. We hebben zo'n geluk. Dank je dat je me deze prachtige, zeldzame tweeling schenkt. Ze zijn er 1 uit 1 miljoen, huilde Remy. Kylie begreep eindelijk dat haar man gewoon emotioneel was omdat hij echt hield van hoe de meisjes eruit zagen. De tweeling van dit koppel is namelijk een heel zeldzame en situaties als deze doen zich voor als 2 eicellen tegelijk bevrucht worden en het ene de witte genen van de ouders erft en het andere de zwarte genen. 4 dagen later mocht de tweeling naar huis met hun ouders. Kylie verwachtte dat de huid van Remy met de tijd donkerder zou worden, maar dat gebeurde niet. Terwijl de meisjes groeiden, werd de huid van Remy zelfs lichter, terwijl die van Kian donkerder werd. En terwijl de ogen van Remy blauw bleven, werden die van Kian bruin. Telkens als ze op stap gingen, vroegen buitenstaanders Kylie vaak waarom de meisjes gelijksoortige outfits droegen en met de liefste glimlach zei ze dan dat komt omdat ze tweelingen zijn. De meisjes, nu 14 jaar, hebben ook verschillende persoonlijkheden. Remy is ontspannen, terwijl Kian zelfverzekerder is en meer extravert. Ze houden allebei van dansen en muziek, maar ze hebben verschillende vriendengroepen. Ze storen zich er niet aan hoe verschillend ze zijn, maar ze zijn elkaars beste vriendinnen en delen een ongelofelijke band.